Hoi, welkom bij je Vrikst. Gek hè, dat je mij nu zo ziet. Ik dacht, ik maak een filmpje voor jullie. We gaan wat leuks maken. Via de mail heb je al gekregen een hele mooie vaas met tulpen. En die ga ik samen met jullie maken. Of je kunt eerst naar het filmpje kijken en dan mezelf maken. Wat heb je daarvoor nodig? Een vouwblaadje. Ik neem nu een oranje. En dan gaan we eerst de 16 vierkantjes maken. Kijk maar goed. Eerst vouw je het boekje, weet je nog? Helemaal de rechte vouw, dubbel puntjes op elkaar. En netjes met je vinger een scherpe vouw maken. En dan heb je het boekje. Dan leg je het boekje recht voor je. En dan maak je het rechte kruis. Weer de puntjes netjes op elkaar. En met je vinger een mooie rechte lijn maken. En dan heb je het rechte kruis. En dan maken we altijd de kast, weet je nog? We doen de deuren van de kast dicht. Eerst doen we deze deur dicht van de kast. Met je vinger scherp maken. Kijk, één deur is al dicht van de kast. En nu doen we de andere deur van de kast dicht. Precies tot elkaar toe. Anders sluit de kast niet goed. Kijk maar. Deurtje open van de kast. Nu heb je de kast. Dan mag je hem weer helemaal open doen. En dan gaan we dat aan de andere kant ook doen. Daar doen we ook de deuren dicht. Netjes tot het midden. Scherpe vouw. En aan de andere kant ook. Deurtjes dicht maken. Kijk, heb je weer de kast. En als je de kast nu open doet, dan kan je de vakjes tellen. Weet je wel, dat doen we dan altijd met z'n allen. Ik ga het even tellen voor jullie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 vierkantjes. Hij is gelukt. Nu mag je de hoekjes omvouwen. Ik vouw dit hoekje om. En ik vouw dit hoekje om. Zie je wel? Zo ziet het er aan de achterkant uit. Dat is de onderkant van de vaas. Nu moet ik iets moeilijks doen. En daar heb ik even een potlood voor nodig. Ik eet in een kleurdoos. Ik neem de grijze. En dan maak ik hier een streep. En hier ook. Misschien moet mama even helpen met de streep zetten. Gewoon op het lijntje. Zie je wel? Dan pak je je schaar. En ik knip je in op het streepje. Zo, niet verder. En hier ook. Nou, dan heb ik twee losse vlakjes hier. Hierheen en daarheen. En daar ga ik ook een hoekje aanvouwen. Hier een hoekje. En dat ga ik dat hoekje ook omvouwen. Jawel. En aan de andere kant ga ik het ook omvouwen. Dit hoekje omvouwen. En deze. Nou, kijk nou. De vaas is klaar. Zo heb ik de hele vaas gemaakt. Klaar. Nu nog de bloemen. Ik maak gele tulpen. Ik maak eerst weer het boekje. Klaar. En nu de rechte vouw. Een boekje aan de kant op. Zo. Hoeveel vakjes heb ik nu? Zullen we samen tellen? 1, 2, 3, 4. Dan kan ik 4 tulpen maken. Knip ik op de lijnen. Dan heb ik 4 vierkantjes. Eén. Twee. Drie. Vier. Klaar. Ik heb 4 vierkantjes. Wat ga ik doen met die vierkantjes? Ik ga ze eerst schuin vouwen. Hier, een driehoek. Ik heb een schuine vouw gemaakt, zie je dat?
Dat doe ik bij alle vier. 1, 2, 3, 4. Nou moet ik nog die andere schuine vouw maken, zodat het een kruis wordt. Nu ga ik de tulp maken. Ik pak zo'n uiteinde en die vouw ik een beetje zo scheef. Kun je het zien? En de andere kant ook. En dan heb je een tulpje. Vind je die leuk? Ik vind hem schattig. 1. 2. Nou heb ik de vaas en de tulpen. Kijk, en nu heb ik het al eventjes gemaakt. Nu moet je het op gaan plakken. Zie je dat? Je plakt eerst de vaas op. En daarna de tulpen. En dan maak je met potlood mooie stenen eraan. En ik heb nog een leuk bijtje in de hoek gemaakt. En gras. En dan wordt het een echt lentewerkje. Nu ga ik hem zo meteen ophangen. Hier aan de muur. Dan wordt het hier lekker gezellig. Als je dan de volgende keer weer kijkt, dan zie je dat er al één werkje hangt. Veel succes! Tot de volgende keer!